Ja, Miguel Nelom, jij bent de langzittende Feyenoorder. Jij hebt al zoveel pakken aangehad. Vergelijk eens een beetje. Is dit een van de mooiere pakken? Ja, met jou was steeds beter. Eerst had je wat vakkelijke schoenen, nu wat sportiever. Nu ook de polo erbij, dus ja, is een hele vooruitgang ook, vind ik. Ja, ben je een modieuze mannetje? Maar af en toe op zijn tijd. Meestal naar de club kwam ik wel rustig in mijn trainingspak, maar in mijn vrije tijd dan gooi ik af en toe wat moois uit de kassen. Ja. Vind je het er ook bij horen als voetballer dat je je zo presenteert in een pak? Ja, ik denk het toch wel belangrijk is dat je een goede uitstraling hebt, vooral tijdens de wedstrijddagen. Trainingsdagen misschien iets minder, maar af het algemeen is iedereen wel modebewust in de kleedkamer, vind ik. Het seizoen is weer begonnen. Hoe kijk je er naar uit? Ja, sowieso positief. We hebben vorig jaar heel goed geëindigd. En we hopen dit jaar ook weer goed te beginnen met de Supercup voor de boeg. Nu is de linksback Congolo verkocht. Nu heeft Feyenoord een nieuwe linksback gekocht. Had je misschien toch gehoopt dat Feyenoord gewoon geen linksback zou hebben om dat te halen, omdat ze weten wat ze in huis hadden? Kortom, dat jij de vaste eerste back zou worden? Nee, je speelt bij Feyenoord, dus kan je altijd verwachten dat er iemand anders weer voor in de plaats komt. En het is gewoon belangrijk dat we een goede groep hebben en genoeg spelers hebben. We veel wedstrijden ook komende seizoen weer, dus voor mij vind ik het niet zo erg. Maar ga je het meemaken? Want er is wat interesse. Ik heb ook zo nu nog gelezen dat jij zelf misschien wel open staat voor een ander avontuur. Ja, zoals je zegt, er is interesse, maar tot nu toe niks concreets, dus gewoon niet zoveel over te praten. Maar wat wil je zelf? Kijk je er toch misschien stiekem toch naar misschien een keer iets anders omdat je hier al zo lang zit? Ja, ik heb al aangegeven, mocht iets moois komen, dan zal ik over nadenken. Maar nu het nog niet zo ver is, dan is het niet nodig. En tot die tijd de concurrentiestrijd aangegaan. En ja, je hebt eigenlijk ieder jaar bewezen, als je werd afgeschreven, dat je altijd wel aan je wedstrijden kwam, hè? Ja, klopt. Ik speel altijd genoeg wedstrijden. Maar we hadden het nog meer, maar we zien wel hoe dit jaar gaat lopen. Ik doe gewoon mijn best en geef alles voor Feyenoord altijd.